Yeah!
50. 20 euro. En ja, maar 4,50 de teams hier straks bij de dames het melkpensioen. En dan hoop ik voor het Nederlandse record gaan. Hier, de eerste mannen, de sterkste team van Friesland. En Jaap Hagen, de oud-sterkste man van Nederland. Hij is op 4,50. Hier tellen we de hoogste van de grond in. Hij kent nog steeds. Het is 20 kilo het gewicht. Gisteren was 17,5. Het is nu 20. Even wat schudden. 20 kilo, wat zou hier het record zijn? We weten dat Johan Langhorst de 6 meter misschien kan halen. De 20 kilo. Het zou prachtig zijn. Geld weer eruit, hij kan het ook hoor. Zo, hij kan de 4,50. Joop. Dit vecht hem even uit. Oud titelhouder van het sterkste team van Friesland, Johannes de Wit. Hij zit hier. En beide wilden heeft lekkere toetjes van de heer de Wit. Hij verwacht even een toetje straks. Oetsie. Ik kijk even naar Oetsie. En Johannes de Wit, hij verwacht hier een toetje straks. Makkelijk, ja! Hij komt ook die 20 kilo. Oh, maar natuurlijk Johan Langhorst, de Highlander Gamer. Ja, gisteren zaten we op Pjorre natuurlijk, want ook bij de Highlander Gamers zijn niet gewend. En we gaan naar de 4,75. De hoogtes worden bij elkaar opgeteld. Wie wint hier de wekels van de restantshop? Commitment Security heeft de prijzen, Commitment Security van de prijzen van de dames. En natuurlijk spin-off, Nederland, zij doen het t-shirt en Amerika, steenhandel. Komt het hier natuurlijk ook. Prima. Dat we allemaal even meedoen. En zet hem. Zo zijn we de sponsors nodig. Safe Design. En het goede doel vandaag. Ik en de internationale kinderen. Willem. Gisteren was hij weer prima. Zie je in de Barry Pendicum. Drie pogingen om de hoogste snel te halen. En dan de tellen we de hoogte van de groep. En voor het Visser hier de scheidsrechter. Willem Rondon, de Mark Pennicum. Van IJsinga, dat treedt hier natuurlijk. De fysiotherapeut in de sportschool. En hij is sterk, Willem Rondon. Gisteren had hij ook al een wedstrijd. Hier even op de 4,75 met 20 kilo. Vlakbij. En ik zit even aan een heerlijk vlaatoetje van Heide Wilder. De biologische boeren. Een geweldig werk doen. En de vogels ook. Ik heb het zelf met Heide ook gezien. De Gruto en de Kiewiet, de Lier. Die krijgen kans op een stukje boeren. En daar moeten we naartoe. De natuur. Dat is zo belangrijk. Willem Rondon. Kom op. Vlakbij. Hij drie keer mis op een 4,75. Hij blijft staan op 4,50. Willem Rondon. En Björn Sanaat. Dat kan hij. Gisteren was hij de beste. 18 jaar. De jongen uit Spiers. En hoe kan hij zo sterk zijn? Zijn vader is natuurlijk ook sterk. Maar zijn moeder komt uit de beroemde familie van de Zijlstra's. Die zeer sterk zijn. Zijn moeder. Zo, bovenop! 18 jaar. Zijn moeder uit de sterke Zijlstra-familie. Waar veel kracht aanwezig is bij die familie. Ja, kijk eens even. Makkelijk over de 4,75. 18 jaar. Oh. 18 jaar. Kom, Hans. Hans Kramer, de nummer 3. Van de sterkste man van Nederland. De sterkste die nu hoort. Kom op.
Kom op, Hans. Kom even kijken. Hey, hey. Kom op. Hans krijgt hem, hij moet er overheen, voor de pummel. Kom op. Hij wil hier met Jan Wagenaar zijn oude leermeester. Kom op. Willen ze natuurlijk hier in de prijzen vallen. Kom op, Hans. Oh, applaus voor Hans Kramer. Net niet. Hij staat op 54, 11 uur. Jan Wagenaar, de leermeester van ons. Vrijdag is zeer slecht humeur, Jan Wagenaar. Hij is Cambuur-fan. De hooligan van de Cambuur verloren. Oh, joh. Ja, nu, ja, daar. 4,75. Oud-sterkste man van Nederland. Oud-sterkste man van Friesland. Hij heeft het record. 6 keer sterkste man van Nederland. Dat heb ik. Oh, en bovenop! Ja, we aan. Kom op. Wie pakt hier de prijzen? Kom op. Hoogtes worden bij elkaar opgeteld. Straks moeten ze natuurlijk ook nog een timmer wakker. Zijn we benieuwd naar hoor. Ik zag er een bovenuit komen, Jan Wagenaar. Hij kwam er bovenuit. 20 kilo. De dakdekker. De dakdekker. En Arno Loosman, ook de oudsterkste man van Friesland. Ja, ze binnen er alle heren. Kom Jan. Kom in er één keer. Ja! Applaus voor Jan Wagenaar. En hij is groot. Wat betekent dat voor de club? We zullen zien. Bart Herbold, de vierde. Juster Twarre, de sterkste man van Nederland. Zeer sterk. Hij ook. Naar de 4,75 met 20 kilo. Zeer sterk hoor. God, zie dikke weer, jongen, vier hebben. Zijn sterker dan ik. Henk Fonksimaat. Henk Fonksimaat. Studeren voor leraar. Spelen de kinderen in een band. En dat die hebben ze boerenrok. Hij speelt het zelf. Wiskunde rock. Ja, dat niet. Zie ik het goed, jou? Wij zijn er alleen. Af dokken we weer alle pingen in de zuiden. Ik leid hem weer even nou. Hij speelt in de band met weinig pensioen. Kom op, Henk. Hij kent dat je maar zonder mooi. Henk Vonk. Zijn we net dan? En oh, die timmer toch, wat fantastisch gaat dit is. De score is na 2000. We beginnen 4 meter, 20 kilo. Hey, Johan Langers, hij past nog steeds. Johan Langers, oh ja. De... Ja, oh, oh, misschien dat we Pieter kan bouwen, maar ja, ik weet het niet. Straks ik nog een poging dat. Zo mooi weer. Ik zeg hem even net, Pieter Kartbouwman. Ja, oh, dat is niet te verstaan. Ja, we wachten even nou, Dat is spelen in kleding, dat volgend jaar weer. 18 hier, Jorn, oh! Een Stiers. We zien hem, oh, hier in de zielste familie. Zeer sterk. Juster Twarre er al, tweede plaats gisteren, maar op een halve punt met de Sterks junior. Dat is tot 23 jaar. Tot 23 jaar, kijk eens even. Oeh, de komt erop, Jan. Wel 20 kilo. Gewicht, hè? 20 kilo. Oeh. Jorn, kom op, Jan. De punt is door. Jorn, de wil. Kom op. Ja.
Bart Herboven, 4 euro. Zou er 4 meter kunnen? Zou die 5 meter kunnen met 20 kilo? Oh. Bart Herboven. Even rust, ja.
drie pogingen. Johan Angers zegt onderop de Heineken game. Johan Angers, kan hij wel die 55? 20 kilo. En hij gooit hier even voor de punten. Hij wil natuurlijk met Kelder eruit en willen geen onderdeel verliezen. Straks met de timmerwork tijdens het laatste. Zo, kom. Was hij vol langs of vol langs? Want ik kan even. Hij was er niet, hij was dik omhoog. Maar niet eroverheen. Mijn vrouw is hier ook heel goed in. Geld over de balk gooien. Heel goed hoor. Kelder eruit. Hij is nu. De man is rustig heen. Hij gaat ook. Van die 5,50 meter, wat met 20 kilo is. 20 kilo is. Zo! Zo! Hier! Boom! Ja, de punt is er weer. En we krijgen Björn. Dit is een onderdeel van Heineken Games. Hoog horen. Björn is een goede Heineken. Ja? Hoe sterk is hij? Twee man over die 5,50. En misschien straks voor het record. Ik heb het niet vaak gezien met een zak 6 meter. Maar dit van een jongen van 18 op 5,50 meter, dat heb ik ook nog niet veel gezien. Dat is iemand nooit. Kom, kom, kom. Sjoe, dit had gekund hoor. Dit had gekund hoor. Bij de Heineken Games zo veel prijzen geld te verdienen. Mijn vrouw ook veel interesse van de sport altijd. Als ik thuis kwam van de Heineken Games was de eerste vraag die ze stelde. Hoeveel prijzen geld heb je verdiend? Mevrouw, veel belangstelling voor de sport. Nee, de vrouw knikt hier. Veel belangstelling, mevrouw. Altijd voor de sport. Ja, hier kun je veel prijzen mee verdienen. Maar dat is hoog voor. Hoogstap voor. Johan Angers. En dat doen we. En dat doen we. En dit is 5-5. Twee pogingen gemist. Oh, het moet nog even lukken. En dit soort onderdelen is Schotland zeer populair. Ik heb ook jaren het wereldrecord. Deze. Veel geld mee verdiend, zou ik eerlijk zeggen. Ja. Jo, kom op, 5-5. Knallen. Het zou geweldig zijn. Voor een jongen van 18 jaar. Hij staat hier ook in het publiek.
kijk even hoe die is. Hoe is de rug? Op schoenen, op klompen. Tweede met Willem, maar ik weet het niet zeker. Zou ik niet willen, want die gooide geweldig. Pieter Kuisman, dat kan ook nog voor. Ja, klopt, zet hem, dat zie je aan het door. Ik zou niet weten. De 20 viel in de zak. Hij ook voor de 6 meter, even de weer. Demonstratie hier, ze hebben al gewonnen. Even een demonstratie van de krachten. Mooi te zien even. De kelder uit, zo, dit goed aan hoor. Poeh, en nu is het wachten op Pieter Karsbomen, de boer. Wie weet ze? Poeh, hij staat 7 minuten. Zo even over het hek heen. Poeh, hij bemoeit hem hier ook even mee. Even hier de veldslag van Friesland. Ook Jitse Kramer, de veldslag van Friesland. En ik heb last van de rug zelf, anders had ik Kramer even mee willen doen. Gisteren schot het me hier in de rug, hier achter in de hand, als ik het opruimen. Pak, je kan dat van dokter. Mag beslissen. Jitse Kramer, de veldslag van Friesland, hier op het einde. Pieter Kuisman, Jitse Kramer, Kelvin de Ruiter, Johan Langhorst, de top van Friesland. Applaus voor Kelder, dat kan niet! Pieter Kuisman, hij zal nog een keer! Ik kan het niet. Nee, zeg.
Ja, daar komt het dan. Oeh. Vergeet die koeien. Vergeet de koeien even. Die redden ze wel. De robot. Werkt ze wel. Pieterke. Zes keer! Ja, 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 ja,
Kom op, nu zie je. Dag meneer. Dank. Ik kan het zien. Pak in de ringo. Richtig in de ringo. Oh, zo. Ah, ik is toch met de trainer. Ik kijk er genoeg toe. Deze jongens is licht in de ringo. Kom op, Wel. Yes.
of ze wisselen even. Zo, dat is een keer. Het gaat steeds lekker. Kom maar. Dat is een keer. Kijk eens even. Zo, dat is een keer. Drie, een keer. Waarom een keer? Hij is nog een tien zo. Ja, ja. Tien keer, hè? Oh. Tien keer, Johan van Ast. Hij gaat ook weer. Johan. 14 in de koor. Knallen. Tien keer. Elf. 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 Hij wil er niet.
Hier gaat hij naar 40. Kom op, Jan! 40 meter!
voeten. Hou op, Jan. Dit is houden. Dit is de voeten. Hou op, hij. Hij gaat over. Heen bij. Heen bij. Kom op, Jan. Hey, Jan. Hij loopt nog steeds hier. Wie gaat in de 80 meter? Kom op, Bel. Die ben ik. Mooi hou aan, hey. Kom op. 80 meter. We gaan in de 100 meter. En hij wordt met een leerslag van Groene de Vos. En jullie leven moet zeggen. Kom op, Bel. Hou aan, hey. Hou aan. Hou aan. Hou aan. Thank you.
10 kilo. Hartstikke leuk. En op woens. 75. En op woens. 110 kilo. Ja, die gaat op. En op die gaat op. En op woens. En op woens. En de tijd van het is een enorme smalle tijd natuurlijk. Hij kwam los! Hij tikte! Mooi! Wat een team! Kom op, Jan! We staan op de tweede plaats!
Says I'm not, I'm happy, I'm happy, I'm happy, I'm happy, I'm happy, I'm happy. And I punch the man who says I'm not happy. Punch, happy punch, happy punch, happy punch. I'll be back.